deze keer battle nummer 2. Wat we vandaag gaan doen is in ieder geval kijken naar de lentetrends voor de 2016. En het leuke is, normaal zou je kiezen voor een vrouw, maar deze keer ga ik voor een man aan te kleden. En gaat volgens de trends. De trends voor de man is in ieder geval veel poeder en pastelkleuren. Dat is eigenlijk gelijk aan voor de vrouwen. Dus dat is zo leuk als je wel weer iets te makkelijk. Maar we gaan in ieder geval onszelf uitdagen. Want degene die ik ga kleden zo meteen, is van zichzelf ook best wel modegevoelig. Dus ik moet er wel echt kunnen uit gaan dagen. En het leuke is dat we in ieder geval gaan kijken bij verschillende winkels hier op het Sint-Jorisplein. En deze keer dan misschien nog wel geen H&M, maar we gaan eens kijken bij andere ketens. Er is genoeg keuze in ieder geval. Ik heb er zin in en ik hoop zo meteen de persoon die ik aangekleed ook. Dat wordt hartstikke leuk. We gaan naar de Marseille, wat ik eerst heb gedaan. We gaan kijken naar de trends van deze zomer. Lente mag ook wel. In ieder geval lichte kleuren, 2016. Ik hoop dat je het naar haar gedaan hebt. Vind je het echt dat ik daar zo meteen nog iets mee heb? Nee. Top. Nou, dus heb je er zin in? Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja. Nou, ik heb al gezegd, ik moet een beetje uitdagen, dus dat is wel interessant. Ja. We gaan er. Witte broek is heel goed voor het voorjaar, zeker voor de mannen. Dus je moet er een hebben die goed aansluit. Dus dat is heel goed. We gaan deze mee. Altijd goed. Altijd goed. Toch? Ja, is altijd goed. Dus dat kiezen we voor. Volgens mijn emmertje. Ik koos voor verschillende blauwtinten. En het blauwe dat is helemaal het. Ga ze passen. Ik hoop dat het wat wordt. En dan gaan we kijken naar hoe het uit. Oké. Top. Ja, ik vind het top. Ja? Ja, ik zet ze zelf aan. Ja, zeker. Hey, wat vind je van de kleurencombinatie? Laat ik daar even ja, leuk. Blauw met blauw. Ook. Ja? En wit. Mm-hmm. Maakt het weer zo. Ja, dit is echt. Ja, inderdaad. Precies wat je een beetje in de jas op terugkomt. En dit zijn precies de blauwe kleuren, de denimkleuren, die terugkomen in deze lente. En er is ook een transitie naar de zomer straks, dat kun je dan nog doordragen. Dat hoedje, dat was hier ook even. Ja, even wennen, maar ik vind het wel leuk. Ja? Ja, misschien merk ik zo'n grotere. Een grotere wat, ja? Ja. Eigenlijk deze look noemen we een beetje de preppy look. Oftewel dat je misschien naar de paardenspelen, gokwedstrijden gaat, zeg maar, uit Engels eigenlijk. En hoe je broek hebt omgeslagen, dat is perfect. Ja, dat is ook weer wat voor de zomer is. Zeker, heb je zelf ook al? Nee, nog niet. Maar misschien wel eens groot als het zo. Je kan het heel goed hebben qua kleur. Ja, je hebt zelf al wat pigment in je gezicht en daardoor loopt hij ook heel mooi door. Ik zou het zelf zo aantrekken. Ja, super, ik vind het hier ook echt heel mooi gezellig. Volgens mij is het gelukt. Volgens mij ook. Ja, het leuke is inderdaad dat je eigenlijk niet zo vaak nog gaat zien. Nee, klopt. En nu kom je zelfs nog met de groep thuis. Dus super bedankt. Ja, jij ook. We gaan het zien, hè? Ik heb het zo gezien. Ja. Doei!